geef het maar op. Je kunt die fles nu toch niet meer op het dak krijgen, mevrouw Goo-Goo. Oh, nee. Flappy, volgens mij is het tijd voor de reusachtige Goo-Goo-baby. De reusachtige Goo-Goo-baby? Een beetje van dit, een beetje van dat. En één reuzenbaby voor je neusje. Nou, eens zien wat deze baby kan. Het is een reuzenrobot, baby. Wegwezen! Je voor de douche, supergup. Oké, goed. Doe baby Klimmy. Klimmy maar op het gebouw. Dan maken we baby's van iedereen. Mevrouw Goo-Goo's reuzenrobot is het gebouw aan het beklimmen. En supergup kan haar niet tegenhouden. Kan iemand ons redden voordat we allemaal baby's worden? Goo-Goo? Blijf klimmen, baby. Klimmie, klimmie. Ja? Oh, ja. Nee, nee, nee. Rustig maar. Niet lastig doen. Je bent er bijna. Baby Goo-Goo wordt een beetje lastig. Nee, geen tetje nu. Hij begint moe te worden. Als we baby Goo-Goo een dutje laten doen, zijn we gered. Maar hoe? Babyspul! Goed idee van jou, zusje. Wil jij ons helpen? Welke van deze babyspullen kunnen we gebruiken om baby Goo-Goo te laten slapen? Een slabbertje? Een rammelaar? Of een knuffelvis? De vis! Ja, met de knuffelvis stellen we de baby op zijn gemak. En dan gaat hij een dutje doen. Bedankt voor je hulp. Kom, Emia. Kom, kom. Kom op, breng die fles naar boven. Daar niet naar. Wow, wow, wow. Een knuffel van de knuffelvis kan niet één baby weerstaan. Zelfs geen robotbaby. Oh nee, nee, nee! Ah! Oh nee. Ah! Ah! Mijn speeltje is stuk. En zo was de stad weer veilig. En maakte Supergup en mevrouw Goo-Goo alles weer normaal. En daarna brachten ze mevrouw Goo-Goo en Flappy naar de gevangenis. Bedankt, Supergup, Bubbleheld. En jij ook bedankt, Bubblebaby. Jij hebt de stad gered. En jij bedankt dat je op de baby's hebt gepast. Geen dank, burgemeester. Ik bedoel, Supergup. Ik wil niet gevangen zitten. Oh, shh. Het komt allemaal goed. Zo te zien heeft er iemand een dutje nodig. Hé, hey, wat een goed idee. Oh, dat is fijn. Welterusten. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij dit spektakel. Het grote verkleedgevecht. Oké, dus wat kunnen we hier vanavond verwachten, Nonnie? Het is een verkleedrace.
onze kandidaten gaan strijden om te zien wie zich het snelst kan verkleden. Oeh, ik hou van verkleden. En zo te zien zitten er geweldige kleren in die kisten, toch, Nonnie? Ja. Het lijkt erop dat we gaan beginnen. Allereerst in deze hoek de regerend kampioen, afkomstig uit Bubbelstad, Michelle! En in deze hoek staat de dappere uitdager, een ster in knopen, een expert in ritsen, afkomstig uit Bubbeldam, Molly! Kisten zijn open. Tijd om te gaan verkleden. Vertel, wat gebeurt er in ronde 1, Nonnie? Nou, de deelnemers moeten een jack vinden met een rits en dat aantrekken en dichtritsen. Ritsen zijn best lastig. En daar gaan ze. Dit jack heeft een rits. Zo te zien heeft Molly een jack met een rits. Ja, maar Michelle ook. Ze gaan allebei de rits dicht doen. Dicht. Oké, Michelle wint de eerste ronde. Oeh, mooie ronde, Molly, lieverd. Je deed het heel erg goed. En nu de tweede ronde. De deelnemers moeten een blouse met knopen aandoen. Knopen kunnen heel moeilijk zijn. Moeilijk? Lastiger dan hakschoenen vinden in mijn maat. Ik wou het net zeggen. Hup, dames! Hier is een blouse met knopen. Ze hebben allebei een blouse. Nu komt het allermoeilijkste. Allebei één knoop. Twee. Oh-oh. Zo te zien heeft Michelle een knoop gemist. Oh, nee toch? Voor Molly. Fantastisch, lieverd. Nog één ronde. In de laatste ronde moeten onze deelnemers een jack aantrekken met knopen en een rits. Knopen en een rits? Dat kun je wel, Molly. En daar gaan we weer. Degene die deze ronde wint is verkleedkampioen. Wil jij me helpen? Welk jack heeft knopen en een rits? Dit jack? Of dit jack? Dit jack, ja! En Michelle heeft inmiddels al haar knopen al dicht gedaan. Ja, maar Molly ook. Oh, kijk die Molly toch eens gaan. Ze hoeft alleen nog maar haar rits dicht te doen. Kom op, Molly! Kom op! Ze zijn allebei met de rits bezig en... Oh, zo te zien zit de rits van Michelle vast. De spanning is om te snijden. Ze is er bijna! Ze zijn beide gevloerd. Oh. En Molly's rits is dicht! Fantastisch! De nieuwe kampioen is... in de keuken.
klaar, jongens? Ja! Klaar! Wat doen jullie, Gil? Ik leer deze visjes hun handen te wassen. Vinnen, bedoel ik. Het is altijd goed om je handen te wassen voordat je helpt in de keuken. Oké, alsjeblieft. Laat maar lekker schuimen. En nu afspoelen. Er komt geen water uit. Wat zou er toch zijn? Oh-oh. Hey allemaal, we gaan cupcakes maken. Excursie! Dames en heren, de handen zijn gewassen en de oven is warm. Het is een prachtige dag voor beslagbal. En hier is de thuisclub, de Bubbeldamse Bakkers. Ze moeten samenwerken om cupcakes te maken en die veilig op het thuishonk te krijgen. De klok is gezet en de wedstrijd kan beginnen. Aan het beslag. En daar is het beslag. In die kom. Hé, hey, beslag, beslag, beslag! Laat maar eens zien wat je kunt met melk. Slagbal loopt met het beslag naar het eerste honk, waar Ona klaar staat om het te mengen met haar garen. Mengen! En Ona mengt het door elkaar. En Gil gaat naar het tweede honk. Hij moet het beslag in de bak voor gieten als hij binnen de tijd op het thuishonk wil zijn. Gieten! Vlug, giet het hierin. Wauw, kijk toch eens mensen. Goed gietwerk. Tijd om cupcakes van het beslag te maken. Oeh, de spinners lekker wat van slag. Wil jij ons helpen? We moeten het beslag heet maken, zodat het in cupcakes verandert. Waarmee maak je het beslag heet? Met de oven of met de koelkast? De oven is heet. Ja, de oven. Maar die is alleen voor volwassenen. Time out! Tijd voor een korte onderbreking, terwijl de cupcakes bakken. 15 minuten later. Gebakken. En ook afgekoeld. En daar is Ronnie met de bubbelboomspuitzak. De cupcakes zijn versierd. Ze zien er heerlijk uit. Yummy! Nu hoeft Gil de cupcakes alleen nog maar naar het thuishonk te brengen, voordat de tijd om is. Schiet op, Gil! Voorzichtig, Gil! Laat de cupcakes niet vallen! Bijna, Hans. Hoor je dat, jongen? Je bent bijna thuis. Dag, vrienden. Oh nee! Laat ons er toch langs, mevrouw Heks. Wij willen alleen dit hondje en katje thuis brengen. Is dat zo? Nou, misschien kan ik ze even brengen. Oh ja, dat is een heel goed idee. Soms heb ik best goede ideeën. Kom op, wegwezen. Wacht, kom terug. Zijn we er kwijt? Weet ik niet. Wisten we maar waar ze was, dan konden we haar ontlopen. Ja.
Ja. Weet je, honden en katten kunnen dingen die mensen niet kunnen. Hé, hey, dat is waar. Zij kunnen ons helpen. Wil jij ons helpen? Welk dier kan in een boom klimmen om te kijken waar de heks is? Het hondje? Of het katje? Het katje! Klopt! Het katje kan haar sterke pootjes en klauwen gebruiken. Bedankt voor je hulp! Ze zegt dat de heks daar is. Dan kunnen wij beter die kant op gaan. Bedankt, katje. Kom mee. Welk pad leidt naar het huis van de goede vee? Ik heb geen idee. Hey, wacht eens even. Wij kunnen het niet zien, maar het hondje of katje kan wel ruiken waar het is. Welk huisdier kan zijn neus gebruiken om het huis van de goede vee te vinden? Het hondje? Of het katje? Het hondje! Ja, hondjes kunnen heel goed sporen ruiken. Bedankt voor je hulp. Brave hond! Dat moet dus het pad naar het huis van de goede vee zijn. Kom mee! Daar is het! Ah, jullie zijn eindelijk thuis, hondje en katje. Welkom bij het goede vee... dierenasiel? Een dierenasiel is een plek waar ze nieuwe baasjes proberen te zoeken voor honden en katten. Nou, eens kijken of de goede vee thuis is. Hoi jongens, blij om het te zien. De heks! Nee, wacht! Ik ben geen echte heks. Ik ben de goede vee. Huh? Wat? Ik deed alleen maar alsof ik een heks was, om te zien hoe goed jullie zorgden voor dit hondje en katje. Want dit is namelijk mijn dierenasiel. Lees het bord maar. Ik ben op zoek naar een geschikt baasje voor deze twee. En jullie tweeën zijn echt heel erg verantwoordelijk. Jullie hebben ze gevoerd, laten rusten toen ze moe waren. En jullie hebben ze beschermd tegen een heks. Dus zouden jullie misschien de nieuwe baasjes willen worden van dit lieve hondje en schattige katje? Meent u dat? Mogen we ze meenemen? Voor altijd? Voor altijd? Altijd. Onze wens is toch uitgekomen, Grietje. Oh, kijk nou toch. Ik kijk niet hoor. Ik ga deze muziekspeler kapot maken. En dan is het gebeurd met alle muziek in de Melkweg. Nee! Ruim dat op. Het maakt niet uit, generaal Rotbot. Want wat je ook doet, er zal altijd muziek blijven bestaan in de Melkweg. Oh ja? Ik hoor anders niks meer. Muziekspelers maken de muziek niet. Mensen maken de muziek. Muziek komt uit mijn hart en dat van iedereen. En dat zal altijd zo blijven. Neem hem maar mee. Luister naar dit liedje, dan voel je je fijn. Heb jij ooit zoiets gehoord? Wat is dat? Waar komt die muziek nou vandaan? Je kent de dans, dus dans met mij. En je kent al snel ook ieder woord.
muziek hangt in de lucht. De hit van het heelal, je hoort hem veel en iedereen zingt hem mee. Iemand me misschien even helpen met mijn helm? Alsjeblieft. Je helm? Oké. Hoi. Hallo. Is generaal Rotbot geen echte robot? Interessant. Bedankt, prinses. Ik wist niet hoe geweldig muziek kon zijn voordat jij en je vrienden me dat lieten zien. Ik was te druk bezig met deze boze robot spelen om goed te luisteren. Je bent heel stout geweest, generaal Rotbot. Je mag nooit meer dingen afpakken die van iemand anders zijn. Ik vind dat je iedereen in de Melkweg je excuses moet aanbieden. Waarom deed u het eigenlijk, generaal Rotbot? Waarom heeft u iedereen zijn muziek afgepakt? Omdat ik niet kan zingen. En dat vind ik krap vervelend. Je hoeft niet te kunnen zingen om van muziek te houden. Je kunt dansen, een instrument bespelen of luisteren. Echt waar? Het spijt me echt, jongens. Ik beloof dat ik nooit meer alle muziek in de Melkweg zal vernietigen. Wil je misschien iets voor mij doen, prinses Molly? Ja hoor. Wil je nog een stukje zingen? Tuurlijk. Ja! Kom op jongens, we gaan muziek maken. 5, 6, 7, 8. Hey draak, ik ben hier om je te verjagen. Draak? Waarom duurt het zo lang? Maak jullie maar geen zorgen. Ik denk dat Gil nu wel druk bezig zal zijn om de draak weg te jagen. Ik presenteer u Gilda! En? Heel te eng! Oké, dat betekent dat we nu echt gaan verhuizen. Oh, ik ben Agnes. Ben je hier om stenen voor mijn grot te leggen? Nee, natuurlijk niet. Kom je me dan misschien wegjagen? Nee, ik hoorde je brullen en ik wilde weten of alles wel goed met je gaat. Oh? Gaat alles goed met je? Nou ja, nee. Mijn neus doet zo pijn.
Oh nee, dat is niet leuk. Eens even kijken. Je moet me helpen. Kun jij zien waarom de draak pijn heeft? Er zit iets op haar neus. Ja, een doorn. Dat klopt. Er zit een doorn vast op haar neus. Bedankt voor je hulp. Ik weet wat het probleem is. Er zit een doorn vast op je neus. Jij hebt aan de rozen geroken, hè? Oh ja. Oh, ze waren zo mooi. En ik wilde weten of ze ook lekker roken. En dat was zo. Ze ruiken heel lekker, ja. Maar ze hebben doorns. Is dat zo? Ah, dat wist ik niet. Vind je het goed als ik hem eruit trek? Dan heb je er geen last meer van. Oh, wil je dat doen? Alsjeblieft. Oh, dank je. Dat is veel beter. Beneden bij het kasteel verlieten koning Gobi en zijn onderdanen het Rozenkoninkrijk. Voor altijd. Oké, allemaal. Tijd om weg te gaan. Lopen maar. Ik zou willen dat we niet hoefden te verhuizen. Ik ook. Hey, wat is dat? Het is de draak! Hallo allemaal! Julie, wat ben je mee bezig? Niks aan de hand. Dit is Agnes. Ze is mijn vriendin. Ik wilde weten waarom ze brulde. En dat was niet omdat ze boos was of slecht. Het was omdat er een doorn in haar neus zat. Oh! Die doorn zijn scherp. Het spijt ons, Agnes. Het geeft niet. Mijn brullen zijn nou eenmaal een beetje... verrassend. Raar. Majesteit, hoeven we nu niet meer te verhuizen? Ik, koning Gobi, verklaar bij koninklijk besluit dat we... blijven! Oh. Ja! Mijn slaapzak lag vanmorgen nog in onze tent. Maar toen we vanmiddag terugkwamen, was hij weg. En we hoorden een vreemd geluid. Echt waar? Klonk het misschien zo? Ja. Jongens. Kijk, meer reuzenvoetafdrukken. Het is de Yeti. Omdat ze in de schaduw liggen, zijn ze nog niet gesmolten. Jongens, wat zei ik nou? Er bestaan helemaal geen yeti's. Maar hoe verklaar je dan deze voetsporen? En de vermiste slaapzak? Weet ik niet. Maar daar komen we wel achter. Kom mee, sneeuwteam! Hier, heb je een nieuwe slaapzak. Dank je. Kom op, we gaan die voetsporen volgen. Sneeuwteam, ga! Horen jullie dat? Dat klinkt als een jeet. Shh, ik weet niet wat het is, maar het is hier vlakbij. Gelijk. Ik wist het. Wat doet hij nou? Kijk, dat zijn de vermiste slaapzakken. Slaapzakken. Oh. Kom op, wegwezen. Oh.
wel. Graag gedaan. Oh, en sorry dat ik jullie liet schrikken. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde jullie alleen de sokken geven. Sokken? Ja, sokken. Ze leken me zo warm en zacht. Ha, maar ze passen niet. Echt niet. Zie je? Maar toch bedankt hoor. Dat zijn geen sokken. Dat zijn slaapzakken. Het zijn wat? Slaapzakken. Daar slapen mensen in om 's nachts warm te blijven. Kijk, zo. Oh, nu snap ik het. Ik dacht, luister, het spijt me heel erg. Echt, ik wilde ze niet meenemen, maar mijn voeten zijn zo koud soms dat ik... Hey jongens, het sneeuwteam houdt iedereen op de berg warm en veilig, toch? Ja, dat klopt helemaal. Kom op, ik denk dat we wel iets voor je hebben. Deze passen vast. Daarmee blijven je tenen lekker warm. Wauw, echte sneeuwteamlaarzen. Hey, ze passen precies. Wat? Oh, bedankt sneeuwteam. Mijn tenen zijn warm genoeg om marshmallows mee te roosteren. Graag gedaan. Hey, weet je wat? Wij kunnen jou wel goed gebruiken bij het sneeuwteam. Mij? Wil je bij ons komen werken? Natuurlijk wil ik dat. Yay! Rustig maar, het sneeuwteam staat klaar. De schitterendste blauwe saffier. Kijk, daar is hij. Ik zag hem als eerst. Wie waagt zich in de grot van de schitterendste blauwe saffier? Om bij de saffier te komen, moet je één vraag beantwoorden. De schitterendste blauwe saffier heeft een trapeziumvorm. Welke vormen kunnen we samenvoegen tot... Een trapezium? Een trapezium? Ik denk aan... Ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. Jongens, waarom proberen we het niet samen te bedenken? Wij samen? Tja, het is onze laatste kans op een wens. Samen doen? Ja, samen. Oké, we moeten een trapezium maken van deze vormen. Welke vormen moeten hier? Die, de driehoeken. Dat klopt, de driehoeken. En nu hebben we nog een rechthoek nodig. Oh, maar we hebben helemaal geen rechthoek. Welke twee vormen kunnen we samenvoegen tot een rechthoek? Die twee, de vierkanten. Ja, de vierkanten. Het is gelukt. We hebben een trapezium. Bedankt! En jij ook bedankt voor je hulp. Kom mee, op naar onze wens. Wow, dat is best wel hoog. Oh, neem de glijbaan. Die is heel leuk. Kijk maar. Ja! Dat was geweldig! Bedankt! En jij bedankt voor de vriendschapsarmbandjes. Zo lief! Graag gedaan. Dus, de drie handelaren gingen terug naar de geest met de laatste legendarische edelsteen. Geest, kijk eens. Huh? Wat? Oh, dag jongens. De schitterendste blauwe saffier. Nou, die ziet er inderdaad heel erg kostbaar uit. Maar
niet kostbaar genoeg? Maar dat was de laatste legendarische edelsteen. Wat kan er nou kostbaarder zijn? Dat zullen we nooit weten. Oh, zelfs door samen te werken hebben we geen wens verdiend. Nee, maar het was wel heel leuk. Bedankt, Nonnie. Het was ons nooit gelukt zonder jouw hulp. Graag gedaan. Hier, een vriendschapsarmbandje. Echt waar? Oh, jongens, dat is het. Dat is het. Het kostbaarste van alles. Een vriendschapsarmbandje? Nee, niet het armbandje. Vriendschap. Vriendschap is het meest kostbaarste van alles. Oh hey, ja. Dat is waar. Dat is zo. Wat wensen jullie? Oh, ik weet het. Ik wens dat we nog een leuk avontuur beleven. Ja, met onze vrienden. Ja. Heel goed. Dan is jullie wens hierbij vervuld. Wow. Wow. Oh, wow. En dan ga ik nu terug naar mijn lamp om weer 1000 jaar in mijn eentje te zitten. Wacht even, geest. Wil je misschien ook mee? Wat? Echt waar? Ik? Ja, ja. Kom ook mee. En zo leerden de 3 handelaren dat vriendschap misschien niet fonkelend of glinsterend is, maar wel het kostbaarste van de hele wereld. Het waait wel hard vandaag. Het lijkt erop dat het gaat stormen. Attentie allemaal. Laten we binnen verder feesten tot de storm over is. Kom op, met z'n allen naar binnen. Oké, is iedereen binnen? Maar waar is Wally? Waar is kleine Wally? Wat is er, jongen? Wally is nog buiten. Oh nee! Ze is bang! Ga er maar halen, Scout. Breng haar hierheen. Wacht eens even. Horen jullie dat? Volgens mij hoor ik popcorn poppen. Die silo zit tot aan het dak vol met mais. En dat wordt popcorn. Oh, dat ruikt wel lekker hoor. Sneeuwstorm, maar dan van popcorn. Maar boer Joep, denk je dat Scout Wally terug kan brengen? Dat hoop ik wel. Hier, Scout. Kom, we zijn hier. Ze zijn verdwaald. Wat is er nou, jongen? Wat doet hij nou toch allemaal? Dat neemt hij mee om de weg terug te kunnen vinden. Oh, wat is dit spannend! Voorzichtig, Bibblepuppy! Is je gelukt? Goed
zo scout? Wat kun jij goed schapen hoeden, Bubble Puppy? Hoera voor Bubble Puppy en Scout. De allerbeste herdershonden die er bestaan. Hoera! Zeebewaking. Wat goed dat jullie er zijn. Wat is er gebeurd? Waar komt toch al die sneeuw vandaan? Een piratenschip. Het kwam aanvaren en spoot het hele land vol sneeuw. Een piratenschip dat sneeuw maakt? Dat kan maar één ding betekenen. Frisse Fred! Oh nee! Wie? Overal waar hij komt laat hij het sneeuwen. Niemand weet waarom. Wat is er, jongen? Huh? Dat is een rode Colobus-aap. Arme aapje, heeft het heel erg koud. Het is veel te koud voor hem. We moeten iets doen, kapitein. Nou, dan zijn jullie hier aan het juiste adres. Welkom in Dima's eilandboutique. Wij hebben voor elk soort weer de juiste kleding. Jij moet ons helpen warme kleren voor het aapje te vinden. Van welk setje kleding krijgt het aapje het weer warm? Dit setje of dit setje? Dat setje, die daar. Ja, dat met de wanten. Klopt. Deze kleren houden het aapje warm. Bedankt voor je hulp. Oh, alsjeblieft. Bibberend aapje. Geen zorgen, het wordt vanzelf weer warm. In de tropen blijft sneeuw niet lang liggen. Kom op dan, team. Pak nog wat meer warme kleren en dan gaan we achter Frisse Fred aan. En zo ging de zeebewaking op weg om Frisse Fred tegen te houden. Maak het sneeuwkanon klaar. Ho, ho, sneeuw maakt je, wow, zeebewaking. En vrienden, wij komen je stoppen. Jaar, niemand houdt Frisse Fred tegen. Laat me gaan. Sorry dat ik alles heb bevroren, maar al die tropische warmte is slecht voor mijn arme papegaai. Papegaai? Dat is geen papegaai. Het is een pinguïn. Huh? Alle papegaaien op een stokje. Polly, je bent een pinguïn. En dit soort pinguïn hoort thuis in koude gebieden, niet in de tropen. Goed, dan zet ik koers naar het ijzige noorden. De Noordpool! Nou, eigenlijk leven pinguïns niet in het noorden. Ze leven in het zuiden, op Antarctica. Daar is het ook heel erg koud. Antarctica, dat klinkt goed. Wil je daarheen, Polly? Kom maar mee, Frisse Fred. Zeebewaking! En zo bracht de zeebewaking Frisse Fred naar Antarctica. Een van de koudste klimaten ter wereld. Moet je nou toch zien, dit is pas echt koud. Het perfecte klimaat voor mijn papegaai. Ik bedoel pinguïn, Polly. Ze vindt het hier fijn. Iemand nog warme chocolademelk? Oh ja! Ja.